Dit zijn vier neefjes, Jaja, Fitu, Nino en Kivano. Samen vormen ze een rapgroep. Dit zijn mijn boys, Niffels. Hallo. Ja man. Yo mensen, wij zijn Niffels. Wat wij doen is rappen. We komen uit Rotterdam-Zuid en we zitten bij de label Big Stan Music. En nu gaan we een stukje voor jullie rappen. Deze. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is één team, één taak. Denk maar niet dat je voor je alleen staat. Het is feest, dus het is raar. Vandaag is anders, je weet waar je heen gaat, waar. Alles wat ik doe, doe je na, waarom best? Als ik dans en ik chill, waarom best? Als ik pret, doe je het weer. Ze zijn pas 11 en 12 jaar, zitten nog op de basisschool en al razend populair. Want soms krijgen we reacties van jullie, zijn mini-broederliefde. Het is wel leuk om te horen. Maar onze voorbeeld is wel, we hebben twee voorbeelden. Ik denk misschien dat is wel woordenliefde, maar ook onszelf. Omdat we ook zeg maar, naar onszelf kijken. Zeg maar, en je moet het uiteindelijk wel zelf doen, want broederliefde gaat het niet voor je. Dans en muziek hebben ze met de paplepel ingegoten gekregen. En het rappen is spontaan ontstaan op een familiefeestje. Vervolgens gingen we beats luisteren en we kijken of welke artiesten op welke beats pasten. En toen kwam een van de jongens, Nino, die kwam langs met een freestyle. En toen is Kijk Daar ontstaan. Dus hij liep langs en hij zei, zie me in de lopen, kijk daar. Dus toen keek ik en Harvey van, hey, dit is iets geniaals. Zo is het eigenlijk ontstaan, dat Niffels en dat gedanst en dat gerapt en gegiegeld met elkaar. Dus, En de jongens zijn nog zo jong. Ja. Wat biedt de toekomst? Want jullie staan nu in het Isala Theater. Ja. Ja, en verder? Ja, we willen sowieso doorbreken. Kijk, ik en die boys zijn sowieso, we willen echt, het doel is gewoon als broederliefde worden. Dat hebben we ook echt met elkaar besproken. En kijk, dat we hier in Isala Theater mogen staan vandaag, dat is echt, daar hebben we echt hard voor gewerkt. Hebben jullie een beetje zin in dit optreden? Ja, heel veel. Wat wordt het nummer waar jullie podium mee opkomen? Dat is zeg maar een gooi die drip. Gooi die drip. Ja. Een beetje ophypen en daarna met. Daarna even het publiek warm maken. En dan beginnen we met onze officiële liedjes.